Rutte doet het expres, hè? Die spreekt expres een beetje steenkolen-Engels... omdat hij dan normaal overkomt bij Nederlanders. Echt waar? Ja, ja. Ja. En geloof jij dat? Ja, dat geloof ik echt, ja. Dat is echt waar. Maar dat heeft hij al misschien verteld, dat Ten Hag dat misschien ook wel expres doet. Nee, dat is echt waar. We hebben wel eens een keer een fragment gezien van hem in een debat... dat hij een Engelse serie quote. En toen was het vloeiend Engels met een mooi Engels accent. Hij kan het wel, maar hij vindt het ook wel mooi om een beetje Nederlandstalig Engels te spreken. Okay. Een grote toneelspel. Een toneelspeler die man dan. Ja, als hij hier ook al toneel over speelt, over zoiets simpels. Hij denkt over alles na. Dat zag je van de week er ook in het interview. Hij denkt over alles Kokkelman. Ja. Ja. Nee, maar er kwamen wat geruchten. Hij is onzichtbaar. En zijn persvoorlichters regelen meteen de beste interviewer van Nederland die bij hem op bezoek komt. Ja, die pakt hij helemaal in. Dus hij zelf vond hij dat heel gek, hè? Dat hij kritiek kreeg dat hij onzichtbaar was. Hij was bij de boeren langs geweest, bij de uitvoeringsorganisaties. Hij zat er eigenlijk wel een beetje van te balen dat hij die kritiek kreeg. Maar hij zegt van, ja, als ik het krijg, dan zal het wel terecht zijn. Ja, maar zo komt hij overal mee weg.